Jongeren brengen heel veel tijd door op social media en zien niet altijd waar gevaar schuilt. En daardoor zijn zij kwetsbaar om in handen te vallen van een mensenhandelaar. Uitbuiting is voor de meeste jongeren totaal onbekend. Het is een verborgen wereld waar jongeren niets of weinig van afweten. Het doel van deze campagne is daarom om de bewustwording te creëren bij jongeren over de gevaren van uitbuiting en hun gedrag online. Daarbij hebben niet alleen zij, maar ook hun ouders een zeer belangrijke rol. Gezamenlijk proberen we mensenhandel via digitale kanalen te voorkomen. Het CMMA bedankt de minister van Onderwijs en Sport, de heer Andy Kroes, voor zijn aanwezigheid bij de lancering van deze campagne en voor zijn toespraak om aandacht te vestigen op dit belangrijke onderwerp.